Rostere nokken. Wat betekent dat eigenlijk? Hup, de auto in. Op weg naar de deskundige. Ik ben deskundig omdat ik al pakweg 40 jaar actief ben op het gebied van dialect. Met het schrijven van verhalen, liedjes, gedichten. En ja, bijvoorbeeld de uitgeven van zo'n boekje als Uitstuksels. Dus u weet hoe het zit? Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Maar let hem even voor toeschrijven, dan zal ik het je dit vertellen. Komt u maar met dat antwoord. Hosternokken is een bastardvloek. Hosternokken. Dus een verbastering van de oer-Hollandse vloek GVD. GVD. Maar uit respect voor God, voor gelovige mensen, is dat verbasterd. En het hosternokken, hij kent ook weer zijn verbasteringen. Hostermannen. Hosterlieve. Hoskernoffel. En zo ben er nog wat meer te vinden. Hosternokken. 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 Goed om te weten, maar waarom hoort het bij het Zeeuws DNA? Het verschijnsel dat mensen een mildere vorm kiezen dan een echte vloek, vind ik altijd typisch bij het Zeeuwse DNA hoort. Ik zou zeggen, toevoegen aan de database.